Yo, what up gasten en welkom bij een nieuwe aflevering van Never Ending Glory. Ik hoop dat er vandaag wat nieuwe mensen bij zijn gekomen, want ik heb namelijk een video gemaakt op FC Rulli, mijn andere YouTube kanaal natuurlijk, waarin ik eventjes FC Glory weer een beetje hype, zodat er misschien hopelijk wat nieuwe mensen bij komen die kunnen gaan zien hoe wij vandaag uit onze Squad Battle Rewards helemaal niks gaan packen. Ik heb ze nog niet geopend, maar soms heb je zo'n voorgevoel dat je niks gaat packen. En dat is eigenlijk het voorgevoel wat ik op dit moment heb. Wij hebben onze squad battles al geclaimd, onze rewards. Dat had ik in die andere video gedaan. We zijn Elite 1 geëindigd. Daardoor hebben we weer 40.000 munten erbij gekregen. En dus 2 megapacks. En kunnen we ook deze week weer opnieuw gaan competen met de rest van de wereld om Elite 1 wederom te halen. Waar ik heel veel vertrouwen in heb. Dat lukt ons nu regelmatig. Dus dat moet nu ook gewoon weer goed gaan komen. Een blauw duimpje zou super tof zijn. Vergeet ook gewoon niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Helemaal niet als je dus nieuw bent naar de video van vanmiddag. Het is echt een aanrader. Ik zal jullie heel eventjes mijn plan gaan uitleggen op dit moment. We hebben nu 2 teams. Die 2 teams gebruik ik voor de squad battles en de seizoenen die we nu eventjes spelen. Natuurlijk dit Serie A team, wat ik al meer dan 100 wedstrijden heb gebruikt. En het Bundesliga team, waarmee ik 10 wedstrijden heb gespeeld. Iets meer dan 10 wedstrijden. 12 volgens mij. Werner inderdaad, 12. Brand meer, die heb ik als super sub gebruikt. En Origi of Origi. Ik kreeg heel veel commentaar van Belgische mensen die zeggen van spreek zijn naam goed uit. Origi. Ik denk dat het gewoon Origi is. We kunnen hem ook een Divock noemen. Maar Origi, dat hoort gewoon goed te zijn. Ik weet niet hoe je het anders moet uit gaan spreken. Het team speelt heel lekker. Maar het is eigenlijk het is een goed team voor de divisie waar we nu in zitten. We zijn recent gepromoveerd naar divisie 5, wat jullie zagen. En we gaan vandaag ook gewoon weer 2-3 potjes spelen. Ligt eraan hoe we spelen en welke flow we zitten. Maar als eerst gaan wij natuurlijk de rewards openmaken. We hebben 420.000 munten. We hebben nog voor 70.000 munten op de transferlijst staan. Dus na de rewards laten we het afronden naar beneden. Als we echt helemaal niks krijgen. Iets meer dan 500.000. Dan nog voor 100.000 waard ongeveer in het Bundesliga team. Ik denk dat wij 700.000 of 600.000 munten, dat wij dat echt wel moeten gaan halen. En daar kunnen wij onze teams mee gaan verbeteren. We gaan daar een Serie A team van kopen op een gegeven moment. Alsjeblieft, Borde, ja. Volgens mij was het wit, dus dat kan een inform zijn. Het was inderdaad een inform. Het is Tomovic, de centerback van Chievo. Die is natuurlijk helemaal geen drol waard. Maar dat is niet erg, want het is wel weer een speler van 10.000 munten. En Saha hebben natuurlijk al Mangala. Deze kunnen we allemaal naar de club sturen. Tomovic gaat naar de transferlijst. Gaan we nooit gaan gebruiken in ons Serie A team. Hij is niet zo lang. Hij heeft high-medium work rates. Dat is allemaal niet zo heel gunstig. Fitnesskaartjes natuurlijk. Heerlijk. Daar hou ik van. Geen duplicates. Een paar manager leaks gaan we niet gebruiken. Maar die zijn altijd meer dan welkom. Een inform uit onze eerste pack. De tweede. Alsjeblieft een borderspeler. Alsjeblieft een borderspeler. Alsjeblieft. Ja, borderspeler. Let's go. We hebben dus in vorm, daar ben ik al heel erg blij mee. Dit is Portugees, rechtsmidden. Dit is Quaresma. Ja, de vorige keer werd ik heel erg geprankt. Toen hadden wij linksbuiten Portugees Nani. Gelukkig waren we hier niet heel erg geprankt. Yes! 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 Come on! Let's go! Anthony Martial. Let's go! Die is 40.000 munten waard. Die is 40.000, 46.000 munten waard. En die wil ik gaan gebruiken in ons team. Yes! Dit is top. Dit is top. Hoeveel hebben we wel niet overgehouden in deze squad battles week? Nasri, Sturridge aan 82 rated spelers. Quaresma, die is lekker. Martial is echt gewoon geweldig. Ik ga hem niet verkopen, want ik wil hem gaan gebruiken. Heel veel fitnesskaartjes. Geen duplicates. Ja, dit is echt helemaal perfect, jongens. Dit is echt helemaal perfect. Yes! 40.000 munten. Anthony Martial. Andere spelers in het pakketje. Ronden we af naar beneden. 50.000 munten, 90.000 inform, nog wat dingen. 120.000 munten uit onze Squad Battles Reward. Volgens mij hebben we nog nooit zo veel gehad uit een Weekend League. Dus het is het waard voor ons. Helemaal perfect. Kunnen wij verkopen? Gaan wij niet doen. We gaan hem gewoon houden. Hij gaat waarschijnlijk minder waard worden. Dus qua financieel gezien is het niet de beste optie. Maar ik vind het veel leuker om met een first owner speler te spelen. Dit is helemaal perfect. Dit is echt helemaal perfect. Hyped. Lekker, jongens. Eindelijk krijgen we even een lekkere, goede rewards. Wij gaan seizoenen spelen nu. Anthony Martial kunnen we als super sub gebruiken. We hebben Anthony Martial. We hebben Son. We hebben gepakt. First owner Saha. Dus dat Premier League team komt dichterbij. Ik kan jullie ook eventjes gaan laten zien wat mijn versterkingen zijn voor de teams. Dan moet ik die eventjes in de concept spelers gaan plaatsen. Dus geef mij een momentje om dat te doen. Dit is ons Premier League team. Dit is het doel wat wij willen gaan halen voor het Premier League team. Inform Kalasinac hadden we natuurlijk al gekocht, omdat ik dacht dat die duurder zou worden. Voor 64.000 munten. Nu is hij volgens mij precies dat aantal, 64.000 munten. De ene keer wisselt hij naar 65, de andere keer naar 55, de andere keer is hij weer duurder. Het is heel lastig te voorspellen, de markt ligt echt helemaal op zijn gat. Geen idee hoe dat allemaal zal gaan uitlopen. Martial hebben we net gepakt, super vet. Saha hebben we ook al. Mkhitaryan, die begint dan natuurlijk gewoon op RF of LF of RW of iets anders. Waardoor wij hem op CAM kunnen zitten. Heb ik al gebruikt in het vorige Premier League team dat we hadden. Dele Alli en Herrera, Bakayogo,
Koscielny, Bailly, Walker en Lloris. En als het goed is, hebben we nog best wel veel munten over nadat we dit maken. Helemaal nadat we al Martial hebben gepakt, wat een van de duurste spelers uit het team is. En dit is het doel voor het Serie A-team. Ik heb het een beetje aangepast ten opzichte van de vorige keer. Florenzi in plaats van Cancelo. In voor Goulam gaan wij ditchen en dan kopen wij Sandro. Ik verwissel per ongeluk de formatie. Als je kijkt naar Sandro, alleen de shooting van Goulam is beter. Het is een inform, dus ik denk dat we wel die extra munten kunnen neerleggen. Voor Sandro wordt er veel spelers uit de e-sport scene genoemd als de beste linksback uit het spel. Marquisio. Ik had een Marquisio en Hamsik op center mid. Ik denk dat ik Marquisio wil gaan houden omdat hij high defensive work rates heeft. Quadrado, raar misschien, rechtsmidden op center mid. Maar ik vind hem zo ontzettend goed spelen daar. Ik weet niet waarom. Ik denk dat zijn screenkaartje, wat het is deze, helemaal geen verkeerde optie is daarop. Misschien met iets waardoor zijn verdediging net iets hoger wordt, zodat hij 70 defending heeft. En is hij, mijn mening, gewoon een perfecte center mid. Perisic, die wordt een plekje teruggeschoven naar CAM, zijn screenkaartje. En dan wil ik Mertens gaan halen, omdat iedereen daar eigenlijk al positief over is. Dus dat zijn de plannen voor de teams. Het is nu een vraag wanneer we ze gaan halen. De spelers zijn nog steeds aan het dalen. Black Friday komt eraan. Maar mensen die spelen altijd Weekend League en Squad Battles. Dus het is heel lastig voorspellen. Ik denk dat het allemaal heel erg wisselt. Ik denk dat ik ze niet... Ja, nu is het maandag. Ik denk dat ik ze volgende week zondagavond ga halen. Volgende week zondag, maandag, zoiets in die richting. Dat wil ik eigenlijk dan het liefst gaan livestreamen. Zodat jullie me daarin advies kunnen geven. Want ja, aan jullie feedback heb ik natuurlijk ook heel veel. Ik denk dat dat het beste moment is. Maar in ieder geval gaan wij nog wat potjes in de divisie spelen. Dat ga ik iets later doen. Ik ga eerst lunchen. Het is lunchtijd. Moet ook gebeuren. Maar jongens, ik ben zo ontzettend... Ja, je merkt het aan hoe ik praat. Ik ben zo hyped over onze rewards. Want ze waren gewoon echt goed. 120.000 munten uit Squad Battles. Ja, dat is top. Het is top. Dat is geweldig. Ik zie jullie zo weer. We zitten op dit moment in divisie 5. 28 winst, 3 gelijk spelen, 1 verliespartij. Kunnen we daar 30 winst van maken vandaag? Dat zou lekker zijn. Over een tijdje moet ik natuurlijk weer gaan proberen te kwalificeren voor de Weekend League. Dus dat wordt een hele uitdaging, omdat we dan een daily knockout moeten doen. Tenzij we voor die tijd het al voor elkaar krijgen om divisie 2 te winnen. Want volgens mij ben je dan ook al gekwalificeerd. Maar dat zijn nog wel veel potjes, dus ik weet niet of dat gaat lukken. We gaan een tegenstander zoeken in ieder geval. We hebben een tegenstander gevonden. Hij heeft een vrij goed League 1 team met allemaal verschillende kaartjes. Ik wist dat het een League 1 team was aan de naam van zijn squad. Maar dat hij zoveel verschillende kaartjes hebben, dat had ik niet kunnen voorspellen. We spelen nu met ons Bundesliga team. Dan gaan we natuurlijk wisselen van formatie naar de 4-2-2, tweede variant. Pas ik een aantal instructies aan. Ik denk dat ik dat direct maar eventjes laat zien. Dan doe ik direct een pauze, zo. 4-1-2-1-2, formations. Iets naar onder, daar staat hij. Brandt zo. Hector, die staat al in de verdediging, goed. Dan, stay central, get in behind, press back line. Stay central, get in behind, press back line. En Hector achterblijven en Schmelzer en Piszczek ook achterblijven. En dat zijn de enige instructies die ik toepas. Oeh, de gameplay voelt snel aan. Dat is lekker, I like that. Daar kan ik wel aan wennen. Brandt, Werner, Origi. 1-2'tje, ja. Brandt terug naar Origi. Oh nee, de keeper redt hem. Ik moest met zijn linkervoet schieten. Hij heeft natuurlijk maar 3-star weakvoet. Dat is het enige nadeel aan Origi. En hij kwam niet goed uit met zijn passen. Cornertje voor mijn tegenstander. We zijn er nog niet echt doorgekomen deze wedstrijd. En hij heeft een klein kansje gehad. Maar dat moet beter. Moet beter. Super zit er goed tussen. Nu counteren dan. Origi. Brandt. Ja, die is snel hoor. Maar Werner is nog een beetje sneller. Castro op Super. Weer geblokt. Rebound, halve omhaal. Probeer het maar gewoon weer een corner. Hij deed het met een soort van achterste standbeen. Hier flik, volley dingen. Schinter, jongen toch. Ja, Werner. Oh nee, Origi wordt niet bereikt. Zat net iemand tussen. Jammer, helaas. Brandt, wel dan. Geplaatst schot. Staan goed veel verdedigers van hem elke keer, man. Kom er gewoon niet doorheen bijna. Kom op, Brandt. Je hebt die pace, jongen. Natuurlijk. Ja, waarom ook niet? Lopen maar gewoon door. 4-star weakfoot. Zouden we voor de verre hoek kunnen mikken? Gaat over. Origi. Nu dan Brandt. Niet over. Gewoon erlangs. Precies. 0-1. Ik zat eventjes mezelf te verbeteren. Origi natuurlijk. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. Maar daardoor was ik een beetje de focus kwijt. Maar uiteindelijk scoren gewoon met Brandt. Ja, lekker. Verre hoek, Mandanda. Maar had eigenlijk een blunder. Een keeper waar ik eigenlijk een haat-liefdeverhouding mee heb op FIFA al jarenlang. Maar we staan 0-1 voor, gelukkig. 1-2'tjes opzetten. En dan nu Origi erdoor. Ja, dit houdt niemand bij. En dan laag over de grond in het doel. 0-2 voor. Yes! Love het Bundesliga-team. Daadwerkelijk love it. Je hebt nog wel eens dat je zo'n dieptebal geeft en dat de verdediger nog bij weet te houden.
Maar dat was in dit geval gewoon niet. Ik denk dat hij ineens een meter winst had gemaakt per in, die verdediger. Origi is zo snel, jong. En maal met een hunterkaartje, dat helpt natuurlijk ook heel erg. Oeh, nee, zitten we net tussen. Manier komt door. Ja, maar is dit een doelpunt. Niet. Adrekki, weet hem goed weg te werken. Kijk, de bal deed, daar hebben we mazzel mee. Was niet zo'n heel hard schot, toch een reboundje nodig. Ja, lieten we eventjes de rechtsbuiten Traoré, was dat volgens mij, erdoor. En het was helemaal niet zo gek geweest als daar een doelpunt uit was gekomen. Ginter. Brand. Oh, dit is lekker. Dit is heel erg lekker, hoor. Dat mag gewoon gezegd worden. Die Fok, heerlijke dieptebal op Werner, die er in één keer gewoon doorging. Het was niet eens een dieptebal, het was gewoon een paas. Maar hij gaf hem uit zichzelf. Ja, dan staan we in één keer 0-3 voor. Wow, misschien een beetje geflatteerd. Mijn tegenstander heeft ook wel kansen gehad. Maar sinds zeg maar, het eerste doelpunt gaan we zo goed met onze kansen om. Ongekend. Ik weet dat ik vaak ongekend zeg. Dus dat het niet zeg maar, een beetje de kracht uit de opmerking haalt. Maar dit keer meen ik het oprecht. Het is goed. Je denkt dat Ginter niet zo snel is. Maar hij heeft lage acceleration. Een hoge sprint sheet. En daar... Oh, sheet. Het is geen PowerPoint, geen sheet. Speed. Laat maar. Ik zeg het wel gewoon opnieuw. Je denkt dat Ginter langzaam is, maar hij heeft zeg maar, alleen een lage acceleration, maar best een hoge sprint speed. En wie... Oh, hallo, kaartje, dat mag. Perrin krijgt rood. Perrin krijgt rook, Loïc. En wat doet hij nu? Wat doet hij nu? Hij gaat een paasje op zichzelf. En daar zit Taha gewoon tussen met zijn, wat is het, in de 90 strength. Castro, Rigi, hakballetje, Brand, Werner loopt door. Steken hem gewoon lekker ver voor ons uit. Stop een turn, fake shot, weer erdoor. Balrol, zijn we nog steeds? Niet meer. Oeh, nee, Traoré. Ja, die heeft... Oh, wat is het? 1-star weakfoot, dus die moet met zijn linker schieten. Dekten we gelukkig af. Ik heb zo'n gevoel dat ondanks dat we deze wedstrijd helemaal domineren, dat we nog wel een doelpuntje tegen kunnen gaan krijgen, hoor. En dat zou zonde zijn, want het is natuurlijk helemaal nergens voor nodig. Origi, fake shot. En dan finesse buiten de 16. Binnenkantje paal. Origi, dank u wel. Heerlijk doelpunt. Van afstand. Longshot. Kijk jongens, zo simpel kan het zijn. 1-2'tje Origi, fake shot. Verdediger weg. En van echt gewoon nog ver buiten de 16. Heerlijk geplaatst. Echt heerlijk geplaatst. Ja, Brand loopt door. Krijgt die bal mee. En dan schuiven we onder Mandanda door. En is het 0-5. Maximale punten en muntenbonus voor de doelpunten. Dus maximale muntenbonus voor de doelpunten. Castro, nog een diepteballetje. Irigi niet buitenspel. Wordt het dan 0-6? Wordt het dan 0-6? Jazeker wordt het 0-6. Origi met de hattrick. Ik zeg nu de hele tijd de ene keer Origi, de andere keer Origi. Dan moet er vast wel een keertje een goede tussen zitten. Fluit maar af tegen... De scheidsrechter heeft afgefloten. Origi met zijn hattrick. Wonderbaar, man. Dat is wonderbaar. Ik heb een goed doelpunt zone met hem. En ik heb natuurlijk ook wat squadbattles gespeeld. Maar dat moet je eigenlijk, daar moet je gewoon niet op letten. Want ook online kan hij dus heel gemakkelijk. 3 hattricks, 3 assists. Oh, wat een speler is het. Wat een speler is het. We hebben een nieuwe tegenstander gevonden. Ik bedenk me nu dat ik net de... zeg maar, de statistieken van de vorige wedstrijd ben vergeten commentaar te geven. Dat ik dat compleet niet door had. Maar goed, dat... Oké. Okay. We komen tegen dit Premier League team. De tweede wedstrijd en de laatste wedstrijd van vandaag. Oh, ja, sorry. Maar dan anders duurt de aflevering te lang. Premier League teampje. Dat is natuurlijk even andere koek dan een League 1 team. Hij had veel verschillende kaartjes net. Maar natuurlijk waren heel veel van die Path to Glory kaartjes of wat dan ook. Dus ja, dat is... Dat zijn speciale kaartjes, maar die zijn eigenlijk even goed als een normale kaartje. Dus daar heb je niet zo heel veel aan. Het ziet er alleen maar fancy uit. Het Serie A-team, tijd voor spelers om zich te bewijzen. Want ja, de kans is dus groot dat ik een paar van hun ga vervangen binnenkort. Oh nee, Jesus, geef me mee op Harry Kane. Ja, mazzel dat ons tegenstander het slecht afmaakt. Want dat was een grote kans voor hem. Lieten we Harry Kane even lopen. Je ziet heel goed hoe mijn tegenstander probeert te verdedigen. En dat lukt hem tot nu toe. Kijk, dan zouden we dit soort slimme balletjes moeten geven. Ja, maar dan is Gomez natuurlijk een stukje slapper. Klein beetje maar dan Bailly. Oké, dit gaat een hele taaie wedstrijd worden. Mijn tegenstander is namelijk aan het containen. Dat is die nieuwe manier van verdedigen waar ik het een paar afleveringen geleden over had. Dat betekent dat hij dus eigenlijk nooit mijn directe tegenstander is geselecteerd. En dat hij dus heel erg afwacht, zoals je hier ziet. De speler die er naartoe komt, Aurier, die is mijn tegenstander niet. Hij blijft altijd met Fernando Dinho wachten. Dus dat betekent dat wij heel erg op balbezit moeten gaan spelen. En vrij erg moeten gaan afwachten. Tenzij we een kans krijgen met Belotti, dan moeten we die maar gewoon gaan nemen. Maar ja, daar komt ook weer niks uit. Want ja, het is een te grote afstand van het goal. En hij heeft ook nog Lloris erin. Dus al met al, wat ik zeg, het wordt gewoon heel erg lastig voor ons, jongens. Nee, nee, nee. Mijn tegenstander scoort!
kutzooi. Ik stapte verkeerd in met Manolas. Een andere speler stapte niet buiten spel, dus dat is geheel mijn fout. Maar ik kan er niet tegen, zoals je ziet. Want dit is een wedstrijd die wij gewoon puur gaan verliezen. Omdat mijn tegenstander dat de nieuwe verdediger doet. Wat gewoon een laffe manier is natuurlijk. Maar wel slim. Dat natuurlijk, dat sowieso. Dat toegeven tot hem. Maar ja, dan merk je dus heel erg dat je zeg maar minder goede spelers hebt. Nee, geef nou maar niet weer zoveel ruimte. Wat doen jullie nou allemaal? Ja, in één keer geschoten door Martial. Geweldig doelpunt van mijn tegenstander. Maar weer niemand van mijn middenveld die er gewoon staat. Ja, hinderlijk. De scheidsrechter fluit direct voor rust. En we staan sowieso ook wel verdiend achter. Hij heeft een paar schoten meer. Maar we worden gewoon helemaal overlopen, man. Het is geen begin aan. Ah, baal ik van. Belotti, ja. Ah, op de paal. Perisic. Ah, erin. Yes, 2-1. Nou, we zijn er doorgekomen hoor. Eerst op de paal. Gelukkig lopen zijn verdedigers elkaar omver. Dus ja, ook een beetje bullshit aan de kant van mijn tegenstander. Maar we hebben gescoord, in ieder geval. Yes, oké. Okay, nu, doorpakken. Perisic, ja. Op de paal weer. Hou op met me. Oh, Blotti, ja. Blotti. Nee. Ja, de scheidsrechter fluit af. Oi, oi, oi. Wat baal ik hiervan. Oi, oi, oi. Wat baal ik hiervan. Want dit hebben wij, ik zeg het niet vaak, jullie weten met wie het liet, niet verdiend, deze score. We hebben het niet verdiend. Er zat zoveel meer in. En we hebben het er niet uitgehaald. Ja, het ging heel gelijk op. Twee schoten op de paal. Eentje was een rebound. Die kon nog binnen tikken. Ja, ongelukkig de andere. Ja. Mijn tegenstander had het goed gedaan hoor. Hier, het is het een paar. Ja, wij hebben toch wel meer schoten in de 16. Maar dat zegt niet zo heel veel. En de keepers zijn even goed. Dus GG tegenstander. Verdiend gewonnen. De manier waarop hij verdedigde. Hij kon er bijna niet langs. We creëerden wel kansen. Maar ja, soms zit het mee. Soms zit het tegen. De tweede los in divisies. Vervelend. Maar uiteindelijk een hele positieve aflevering, want onze rewards waren top. Jij bedankt voor het kijken. Een blauw duimpje super tof zijn. Je kan ook abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan check ik jullie allemaal later. Joejoe.